Vandaag zien we een van de personages uit de bekende serie Squid Game in onze survivalwereld rondlopen. Hij heeft een aanbod voor ons om heel veel zeldzame spullen te winnen. Het enige is, we moeten daarvoor een spelletje doen. Gaat het ons lukken dit spel te winnen en de zeldzame spullen te krijgen? Je ziet het vandaag. Oh, 20 seconden, kom op! Is dit niet zo'n rare guy? Volgens mij heb ik hun zien langskomen op TikTok. Heb je dat ook gezien? Wat doet hij hier? Maar wacht, is het wel een persoon? Ik weet het niet, maar hij lijkt op die, ik heb er filmpjes van gezien dat mensen dan geld kunnen winnen en een spel moeten spelen. Een kinderspelletje. Hij lijkt er echt exact op, maar is het... Oh, met dat liedje. Dat stemmetje. Ja, die bedoel ik, ja. Ja, ik weet wat je bedoelt. Is hij daarvan? Ik heb geen idee. Het is heel random dat hij hier staat. Maar hoe is hij hier gekomen? Ja, ik heb geen idee. Ik weet ook niet wat hij wil. Ik weet dat ze in de serie zijn ze niet echt good guys. Is het een idee dat ik even wat... Wacht even, ik ga even wat armor halen. Want dan weet ik in ieder geval zeker dat... Ik wilde zeggen, je weet niet wat hij kan doen. Ik wou net zeggen, ik heb nog steeds mijn gevangenispakje aan. Dat ik ook wat armor moet pakken, maar... Hé? Hij was toch... Waar is hij heen? Zijn we aan het hallucineren of zo? Nou, hou op. Maar ik zag hem niet eens bewegen. Ik ook niet. Maar we zagen allebei hetzelfde, toch? Ja, zo'n roze mannetje met zo'n masker op. Ja. Ja. Waar is hij heen? Ik heb geen idee. Hè? Dit is heel vreemd. Ging hij in de portal? Dat moet haast de enige optie zijn. Ik weet het niet. Maar inderdaad, we hebben ons pakje nog aan. Die moeten we even uitdoen. Ja. En misschien moeten we ook wat gear gaan aantrekken voor als dit soort figuren nu ook hier aan het rondwandelen zijn. Want we zijn maar net van de aliens af en er lopen nu dit soort beesten rond. Oei, oei. Of beesten, ja, de mensen. Ja, je weet niet wat er achter het masker zit. Spelleiders. Ja. Hoe het heet. Nee, ik ook niet. Ik weet wel dat ik heel veel aardappelen heb. Zullen die even bij Bob in zijn kluis gooien? Oh, dat vind ik een hele goeie. Ja, toch? Ja, laten we dat doen. Gaan we eventjes... Oh, en trouwens, kijk eens even, dames en heren. De nieuwe Hall of Fame. Kijk eens hoe cool die eruit ziet, joh. Hij is echt zo tof. We moeten inderdaad wel eigenlijk even een bedenkje aan Bob. Bedankje. Een bedenkje. Bedenkje. Even een bedenkje aan Bob sturen. En we hebben ook 5 mensen voor op de Hall of Fame natuurlijk. Oh ja. Nou, die gaan we straks ook even bekendmaken. Laten we eerst even bij Bob bedenken. Bedenken. Met wat aardappels. Dit is raar. Toch? Ben ik de enige... Hallo, ben ik de enige die dit raar vindt? Is het al Halloween of zo? Ik vind het echt creepy. Maar hij doet ook niks. Nee, dat is ook het rare. Heb jij je hebt nog steeds je armen niet aan. Oh, nee, ja. Ik weet toch ook niet wat ik ermee aan moet? Ik ga hem... Goed uitgeven. Oh, de lightsaber. Nee. Ja, dat hij is eigenlijk niks. Wel een goeie. Hij reageert echt... Hallo? Ik weet het ook niet. Maar wacht even, dan is hij niet de nether ingegaan. Nee, dan loopt hij hier nog rond. Maar is het een persoon of niet? Hij staat zo stil. Hallo? Dit is echt heel vreemd. Ik ga toch nog eventjes wat extra armor pakken, want ik heb nog geen boot gevonden en... Oké, okay. Nou ja, ik wil eigenlijk even naar Bob om deze aardappels te brengen, maar... Hey! Daar! Ga weg! Ga weg! Ik kijk 1 seconde weg! Is hij weer weg? Ik kijk 1 seconde weg! Waar is hij heen? Ja, Livie! Dat weet ik toch niet? Ik wilde kijken, zo van, ik wilde richting Bob lopen, zo van, we moeten die aardappels daar afgeven. Ja. En hij is weg. Maar hij kan niet hier binnen 1 seconde... Ik heb echt 1 seconde... Ik zweer het. Ik heb 1 seconde weggekeken. Oh. Het wordt nu ik vind raar. Het maar niks. Ja, ik vind het echt helemaal niks. Nee, ik ook niet. Maar
Nou, ik ga wel even de spullen hier naar Bob brengen. En ik ga ook... Oh, ik dacht even dat hij hier ook was. Maar het was gewoon... Omdat het rood was, dacht ik zo van... Is hij hier? Maar het is wel een kommertje. Laten we even wat aardappeltjes voor Bob hier neerleggen. Jongens, zijn jullie hier wel veilig? Nou ja... Hey, waar is die... Peper? Wat, is Peper weg? Peper is weg. Ik zie hier wel Oreo. Waar is en Peper is dan? Billy. Ik weet het niet. Nou, misschien moeten we dat dan ook nog maar even aan Bob vragen. Ja, hij kan ook met Peper op weg zijn natuurlijk. Wat? Oh. Op pad, ja. Ja, ik heb al wat dingen voor me neergelegd, maar ik moet eigenlijk ook even wat keer aantrekken. Ja, ik denk dat Bob er niet is vandaag. Hij zal inderdaad wel met Peper op pad zijn. Dat denk ik ook. Nou, kom, dan ga ik in ieder geval nog wat keer aantrekken. En laten we ook eventjes wat mensen dan op die prachtige Hall of Fame zetten, toch? Vet. Want we hadden beloofd om deze aflevering... 5 mensen op de Hall of Fame te zetten om jullie te bedanken omdat jullie toppers zijn en omdat we eindelijk weer wat ruimte hebben. Nou, wat ruimte? Er kunnen best wat mensen op. Er kunnen zeker wat mensen op en daarom gaan we 5 toffe kijkers nu op de Hall of Fame zetten. Wie heb jij uitgekozen? Ga ik ondertussen even wat gear pakken. De eerste is Femke. En Femke zegt, jullie zijn cool, net als Bob. Team aardappelen. Hashtag team aardappelen. Laat even in de comments weten of jij ook bij team aardappelen hoort. Gefeliciteerd, je staat op de Hall of Fame. Gefeliciteerd, dan hebben we Peter. Peter, gefeliciteerd. Je mag op de Hall of Fame. Superleuk video. Mijn naam is Peter. Nou, Peter. Peter heeft ook zijn eigen taal. Dankjewel voor je comment. Je staat er ook op. Gefeliciteerd. Wie is de derde? Dan hebben we Jaden. Oké. Ja, ga door. Hoi, jullie zijn de beste YouTubers ter wereld. Zou ik misschien op de wal mogen? Natuurlijk. Wat is er? Niets, ga maar door. Is die er weer? Nee. Ja, nou, ga door, want we moeten nog mensen op de Hall of Fame zetten. Hij leidt ons af. Maar hou jij hem in de gaten? Je moet hem... Ja. Heb je iets van een zwaard bij je? Want ik vind het echt eng. Straks doet hij ons iets. Ik heb aardappels. Jee, die komt niet. Nou oké, ik ga hem er snel bij pakken. Ivan. Ivan die zegt echt een superleuk video. Ik kan niet wachten op de volgende video. Mag ik op de Hall of Fame? Mijn naam is Ivan met heel veel hele leuke... Haapjes en kuikentjes. Heel leuk. De laatste is Uwen. Uwen. Boeter, onthoud, Boep heeft nooit genoeg aardappelen. En het zou leuk zijn als ik op de Hall of Fame zou mugen. Mijn naam is Owen, maar je zegt Uwen. Ah, die staat er ook op. Hupsakee jongens, lekker 5 man op de Hall of Fame. Yeah. Als ik één iets heb geleerd is dat we niet moeten wegkijken van deze guy. Want dan... kan niet wegkijken, dus okay. Ik blijf hem sowieso aankijken. Ik weet alleen niet wat er dan gebeurt. Ik haal wel mijn wapen weg. Maar hallo? Ik hou hem in beeld. Ik hou hem in beeld. Nu kan er niets gebeuren. Maar ja, wat moeten we dan daarmee? Oh, hij beweegt! Hij doet iets! Huh? Wat is hij heen? Hallo? Wilt hij dat we hem volgen? Hij loopt. Oké, ik hou me in beeld. Oké. Okay. Oh. Ik heb het idee dat we hem moeten volgen. Hij gaat weer er vandoor. Kom. Oké, okay. Ja. Yeah. Hij is weer weg. Ja. Waarheen? Ik weet het niet. Oh, kijk trouwens op de achterkant. Waar? Van de Hall of Fame. Like. Wat een toppertje is Bob ook. Jongens, vergeet niet even te liken. Mamma mia. Ik vind het heel lastig wat we hiermee aan moeten. Ik voel me niet echt veilig, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het ook raar dat hij wil dat we hem volgen en dan, dat hij dan weg is. Want wat nu? Wat moeten we doen? Ja, ik weet het niet. Ik heb in ieder geval al gear gepakt. Heb jij een beetje een goed zwaard? Ja, op zich wel. Maar eigenlijk moeten we ook nog wel aan onze enchanting table gaan werken. Ja, zeker. Want ik heb nog geen enchanted food. Nee. Oké, ja, ik ook niet. Ik heb nu ook gewoon normale diamond gear. Ja. Maar daar schiet ik ook niet zoveel mee op. Zullen we dan de enchanting trouwens
pakken. Uit de tent. Oh ja, uit het cadeau. Ja, dat is wel een goeie. Want dan kan ik tenminste de schoentjes doen. Oeh, ik weet alleen niet of hier een silk touch voor nodig heb. Of is dat alleen met een... Nee, toch? Nee, want hij heeft hem trouwens ook gehakt. Ja, kijk. Precies. Die kunnen we eventjes neerzetten. Ja. Dan kunnen we sowieso gear maken en hij staat daar weer. Ik zag hem in mijn ooghoek hier. Zullen wij hem nu heel... Wat zeg je? Nou, ik zet hem snel even neer, want dan... Oké. Wacht. Blijf hem aankijken, anders gaat hij misschien weer weg. Ja. Oké, blijf gewoon heel dicht op hem deze keer, oké? Ja, dat is goed. Ik ben echt heel benieuwd wat hij wil. Misschien kunnen we wel geld winnen. Dat zou handig zijn, toch? Maar hij zegt niks. Hij doet niks. Nee, maar vorige keer liep hij. Toch? Hallo? Oh! Ja. Hi. Ik wist niet of je ging bewegen. Ja. We volgen je. Oh. We volgen hem heel dichtbij. Okay. Dan kan hij niet meer verdwijnen. Denk ik. Niet te dicht. Nee. We volgen hem niet dichtbij. Hij deed de vorige keer niet. Toen draaide hij zich niet om. Jawel, dat deed hij ook. Oh, hij ging hier. Ja. Ik heb het idee dat ik moet stoppen als hij omkijkt. Op een of meer. Wacht, wacht. Hier verdween hij. Oh. Ja. Oké. Okay. Oké. Ik vind het echt awkward dit. Echt creepy. Oh, wat is dit? Oh, wat gooit hij nou? Een boekje? Met wat erin? Blijf hem aankijken. Ja, ik blijf hem aankijken. Drink deze potions als je veel waardevolle spullen wilt verdienen. Potions? Deze? Denk het wel. Veel waardevolle spullen? Ja. Ik denk wel dat we waardevolle spullen... Ik weet niet wat hij bedoelt, maar... We kunnen altijd wel waardevolle spullen gebruiken, toch? Ja, is altijd welkom. Maar wat zou het zijn? En wat zit er dan in die potion? Nou ja, het zal niet veel goed zijn, want... Ja, ik weet het niet. Hij doet weer niks. Nee. Is dit niet hoe dat spel begint? Dat je... Squid Game. Zullen we het gewoon proberen? Oké. Ik wil wel waardevolle spullen, dat is goed. Ik kan het ook wel gebruiken, alright. Laten we drinken in 3, 2, 1. Let's go. Wow. Zo de knetter. Oh, man. Oh, waar zijn we? Oh, daar is die guy weer. Met anderen. Ja. Huh? Volgens mij doen we mee met het spel. Of wat heb je aan? Of waar zijn mijn gear? Hè? Huh? Wat heb ik aan dan? Oh, jij ook? Ja, een of ander pakkie. Oh, hij staat wel goed. Een soort van gevangenispak. Dat staat wel sexy. Mijn figuur komt hier mooi in uit, zeg. Jeetje, wat een blokkerig figuur. Jeetje. Huh? Oh. Ik ben ook echt een bollie zo. Echt? Nou ja, so be it. Laten we kijken of die guy nog een boekje voor ons heeft of iets anders. Welkom, deelnemers. Vandaag kunnen jullie kans maken op gigantisch veel zeldzame items. Het enige waar jullie daarvoor hoeven te doen, is een spelletje te spelen. Doen jullie mee? Je hebt 1 minuut om te overleggen. Oké. Wat voor spelletje? Ja, dat is een beetje de vraag. We missen een beetje details in dit verhaal. Ja. Maar ja, aan de andere kant lijkt het niet alsof we heel veel keuze hebben, toch? Als ik hier zo sta. Misschien worden we dan teruggebracht naar ons eigen plekje. Ja, maar aan de andere kant, als je gigantisch veel zeldzame spullen kan verdienen... Daarvoor deden we mee, toch? Misschien moeten we snel een keuze maken. Straks is de 1 minuut voorbij. Oké. Doen we het? Laten we het gewoon proberen. Oké, we gaan het spelletje... Het is een spelletje, dus laten we het gewoon proberen. Ja, wij proberen het. Uitstekend. Deelnemers, ik zou jullie graag willen vragen om jullie naam hier op het document te zetten... om jullie deelname te bevestigen. Oké, dat is goed. Zet je hem eerst? Ja, is goed. Ik zet wel je naam neer. Huh?
Waarom is het allemaal zo raar? Ik weet het niet. Dit hoeft toch allemaal niet creepy. We gaan gewoon een spel spelen en dat is het. Oh, ik hoef het niet te signen. Laat ik het eerst even aan jou geven. Oké. Okay. Alsjeblieft. Oh. Wil je naam goed spellen? Ik zie zo vaak je naam verkeerd gespeld zijn. Ja, dat is waar. En ook mijn in-game name, die klopt niet helemaal. Nee, daarom. Oké. Okay. Ik heb het erin staan. Oké. Nou, prima. Dan leggen wij het weer hier neer, toch? Uitstekend. Het spel zal zo dadelijk beginnen. Loop met mij mee, alstublieft. Oké. Oké. Oh, hij klikt op die knop. Oké. We zijn geteleport. Waar zijn we, joh? Is het speelveld? Ik denk het. Wat een raar speelveld. Wat een rare plek überhaupt. Hallo? En nu? Dit is het spel. Het heet Red Light, Green Light. Wanneer het licht groen is, mogen jullie lopen. Mochten jullie lopen wanneer het licht rood is, dan zijn jullie af. Duidelijk? ja, denk ik. Dat klinkt wel op zich te doen, toch? Ja, dat klinkt wel zo'n makkelijk spelletje. En... Oh, maar wacht eens. Het lopen is wel echt heel slam. Oké, okay, hoe lang mogen we daarover doen dan? Om naar die andere kant? Want ik neem aan dat we naar die andere mannetjes moeten. Inderdaad, kunnen we gewoon er zo lang over doen als we willen? Nee, jullie hebben 2 minuten de tijd. Ga klaarstaan. Wanneer jullie de pop horen, mogen jullie lopen. De pop? Oké. Okay. Welke pop? Ik weet het niet. Oh, het gaat wel echt slow. Oké, ga jij rechts? Oké, dan ga ik. Ja, oké, we moeten hier staan. En... Oh, dit vind ik wel spannend, hè? Als het dus... Wacht even, groen wel lopen, toch? Ja. Oké, okay, en rood niet. En als we de pop horen? Nou, ik ben benieuwd. Wij zijn er klaar voor. Oh, we kunnen... Ja, hij is begonnen. Oh. Oké, alleen lopen als dus de pop aan het zingen is? Ja, want de tijd loopt door. Maar ze zingt niet. Hallo, zing eens. Hoe gaan we nou naar de overkant? Oh. Oké, we kunnen... Moeten we rennen? Ik weet het niet. Dat zou misschien niet eens een heel gek idee zijn, want anders wordt het heel lastig. Jeetje, dit is nog heel ver. Ik hoor alleen het geluid daar vandaan. Oh. Okay. Merk je ook dat tempo is steeds anders? Ja, soms is het sneller en soms langzamer. Oké, maar wacht. We moeten nog super ver. Oké, go. Oh, daar is de pop. Oh ja. Oh, wat creepy. Die kijkt nu echt zo om. Oké, dus als zij naar achter kijkt, dan pas mogen wij lopen. Yep. Oké. Waarom doet ze niks? Oké, go. Ik kan het veel doen. Oké, we moeten echt heel goed opletten. Moeten we... Ja, ik durf niet echt te rennen, want hij zei lopen. Het is sneller. Oh! Oh, nee! Oké, ik ga dit doen. Ik ga dit doen voor ons. Voor... De spullen. Oké, kom op. Ik kan het. Oh. Ik heb nog maar heel kort 35 seconden. Ik ga proberen te rennen. Ja, snel. Maar pas op dat je niet in de lucht bent. Oh. Kom op. Oh, het is echt spannend. Ga zingen. Oh, 20 seconden, kom op. Oh, ging echt heel snel. Ga zingen. Ja? Kan! Yes! Ja, lekker! Wow, het is gewoon gelukt. Oh, wacht even, we worden teruggeteleport. Oh, joh, we zijn er weer. Let's go! Nice. Gefeliciteerd, het is jullie gelukt. Hierbij de geldprijs zoals beloofd. Oh, joh. Oh, wat krijgen we? Wat krijgen we? Misschien... Oeh, Netherite! Let's go! Oeh, dat kan top! Wat, nog één? Zo hé! Wat? Nou, je wordt wel rijkelijk beloond. Nou... Want ik heb het niet gehaald. Holy moly, 10 ingots. Wow, daar ben ik heel blij mee. Super goed gedaan. Ik zal jullie nu terugbrengen naar jullie wereld. Zo, het is gewoon gelukt, joh. 10 ingots. Jeetje. Hoe lekker. Maar wat was dat voor heftige game, joh?
Ik weet het niet, maar ik ben in ieder geval blij dat we gewonnen hebben en dat we deze spullen hebben, want we moeten ook nog even de Enchanting Room gaan bouwen en dan kunnen wij flink wat goede gear maken voor, eigenlijk gewoon voor onszelf. Ja, toch? Gaan we zeker doen. Dames en heren, kijk zeker de volgende aflevering. Wij zien jullie dan natuurlijk weer, want elke maandag, woensdag en vrijdag is er een nieuwe survival aflevering. Tot dan! Doei! Ciao!